Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Ik heb vanmorgen lekker rustig de dag opgestart. Lekker mijn mails beantwoord. Eventjes wat dingetjes opgestuurd voor samenwerkingen. En daar kwam net echt een mega leuk pakketje van Bo & T binnen. Ik had dus een mailtje van hen gekregen. En ik heb dit gisteren doorgestuurd. Het is nu al binnen. Dus ik heb er gelijk eventjes een TikTok mee gemaakt. Echt een mega lekker pak. Het is dit vest. En daarbij hoort dus deze top. En dan nog een heerlijke broek. Het zit echt zo lekker. Ik ga het echt de rest van de dag lekker aanhouden. Helemaal chill. Ik heb net ook een andere TikTok opgenomen. En ik wil eigenlijk nog eventjes eentje opnemen. Dus ik denk dat ik die ook gelijk ga doen. Dan kan ik ze eventjes alle drie bewerken. Dan ga ik vandaag nog eventjes mijn Ibiza vlog bewerken. Maar die kan ik pas online zetten als ik goedkeuring heb van Sony en Parfumado. Want die twee samenwerkingen zitten verwerkt in de Ibiza vlog. Dus daar moet ik eventjes op wachten voordat die online kan. Maar ik kan wel alvast bewerken. Dus vandaag een lekker chill dagje. Normaal werk ik natuurlijk altijd op dinsdag. Maar ze hadden gevraagd of ik deze week op donderdag en vrijdag kon. Dus vandaar dat ik vandaag lekker thuis ben. En lekker mijn eigen dingetjes voor Instagram en alles kan doen. Ik heb trouwens dit vest in een maat. Even kijken. Dit vest heb ik in de maat SM. Die top heb ik in de maat XXS. En de broek heb ik in de maat XS. En eigenlijk zit het echt perfect. Dus helemaal blij mee. Het is vandaag woensdag. Ik heb even lekker matcha gemaakt. Ik heb dat echt sinds maandag nu elke ochtend gemaakt. Oké, het is maar 3 dagen, maar ik vind het echt heel erg lekker. En ik heb vandaag weer met Julia gezellig afgesproken, want wij gaan weer eventjes content maken in de stad. Ik heb voor best wel wat samenwerking eventjes een foto nodig. En zij appte dat ze ook even zin had om foto's te maken en even lekker koffietje te doen, even bij te kletsen. Dus dat is wat we vandaag gezellig gaan doen. Heel erg veel zin in. Ik ben pas een paar dagen terug van Ibiza. Oké, Ibiza ging ik niet echt om te tennen. Maar ik ben pas 2 weken terug van Rodos. En mijn hele bruine kleur is weg of zo. Ik weet niet precies wat er aan de hand is. En, oh. En ik heb dus gisteren in mijn 4e gaatje een oorbel doorgeprikt. Oh, maar het doet zoveel pijn dat ik hem er vanaf uit heb gehad. En er zijn helemaal korstjes omheen. Maar goed. Ik ga eventjes dit even opdrinken. Dan ga ik me rustig aan klaarmaken. En dan ga ik richting de stad. Ik heb hem helemaal klaargemaakt en aangekleed. Ik heb dit vest aan van de Primark. Die heb ik laatst gekocht. Echt mega blij mee. Het is echt een goede kwaliteit. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Dan heb ik mijn Polaine tas erbij. Even kijken of ik het goed kan laten zien. Een jeans van de Zara. En dan mijn UX Testman eronder. En ik heb ook nog even 2 andere outfits mee. Om een foto mee te maken. Ik hoop dat het eventjes gaat lukken. Ik heb zo'n voorgevoel dat het dus niet gaat lukken vandaag, de foto's. Maar het moet positief blijven. En wij zijn in de stad. Ik weet niet precies wat deze muziek is. Maar we zijn ons hier even, of althans, Jules hier zich even aan het omkleden. Heel charmant op straat. Midden op straat hier, maar er is gewoon niet echt een ander plekje. Maar we gaan hier zo meteen het eerste fotootje erop zetten. Nou, de foto's gingen niet helemaal van zijn leien dakje. Nee. We zijn even lekker dus gaan we gaan zitten. Even comfortfood eten. Ja, ik heb een truffel eiersalade met bacon. Ja, het ziet er heerlijk uit. En je hebt een klap sandwich. Ik ben weer thuis, foto's gingen niet helemaal goed. Er zit vast wel wat tussen, maar het lukt er gewoon even niet mee vandaag. Ik heb wel deze nieuwe trui aan. Die wilde ik eigenlijk van Alex ook op de foto zetten, maar dat lukte gewoon niet. Maar die zet ik van de week wel even op de foto. Maar ik kwam thuis en er was een pakketje binnen. Echt mega leuk. Althans, ik denk dat het mega leuk is. Ik kreeg namelijk een DM van Nina. En zij heeft haar eigen nieuwe merk gelanceerd. Dat heet Niens. Ik zal het even laten zien. Dat is dit. Ik zal het ook wel even in de beschrijving zetten. En zij gaat dus allemaal tassen verkopen. En ze vroeg of ik er eentje uit wilde zoeken. En ik vond het echt super leuke tassen. En ik vind het sowieso gewoon heel erg leuk als meiden of jongens een eigen bedrijfje beginnen.
Dus ja, ik wilde daar wel wat van uitzoeken. En eigenlijk wilde ik die heel graag vandaag op de foto zetten. Alleen, die kwam dus te laat binnen. Hij was pas binnen toen ik weg was. Oh, dit is echt heel gaaf ingepakt. Kijk even hoe leuk deze doos er alleen al uitziet. Echt een cadeautje om open te maken. Ik ga hem ook even openmaken. Oh, wat grappig. Ze heeft het helemaal hun naam hierin laten zitten. Echt heel erg leuk gedaan. Dit is dus het merkje Niens. Hey lieve Fleur, zo leuk dat jij een Niens tas in handen hebt. Deze tas is met veel liefde en aandacht voor jou gemaakt. Ik kijk er naar uit hoe jij hem gaat stylen. Carry the vibes. Heel erg leuk. Komt dus ook helemaal in een dust bag. Oh, hij is echt heel mooie kleur. Ik ben voor de Bordeaux rode versie gegaan. Je had ook nog wit en zwart. Maar ik vond deze rode heel erg leuk. Ook omdat dit natuurlijk helemaal een kleur van nu is. En ik nog niet zo'n tas heb in deze kleur. Echt heel erg leuk. Deze zo gaaf gedaan. Hier echt heel erg blij mee. Ik ga er... Oh, er zit zelfs nog een... Oh, nou, dit vind ik ook heel leuk. Er zit zelfs een pasjeshouder bij. Kijk nou. Helemaal matchy. Ik wist niet eens dat dit erbij zat. Echt heel erg leuk. Is echt super leuk gedaan. Ik zal eventjes een linkje van de website en van het Instagram account in de beschrijving zetten. Maar ik ben hier in ieder geval echt heel erg blij mee. Ik ga eventjes mijn spullen opruimen die ik net mee had genomen. Ik ga eventjes een leuk stoortje van deze tas maken. En dan... Het is vandaag donderdag en ik moet vandaag weer lekker werken. Ik heb er echt zin in. Ik ben al een tijdje natuurlijk niet echt standaard geweest. Omdat ik eerst op vakantie was en daarna naar Ibiza. Tussendoor heb ik nog wel één dag gewerkt, maar dat voelt echt al als heel lang geleden. Dus ik heb er helemaal zin in. Ik sta vandaag weer met Lexi gezellig als het goed is. Dus helemaal zin in. En ik had dus dit nieuwe pak gekregen van Studio Amaya. Met deze broek en met deze top. En het zit echt als een pyjama. En we verkopen dit dus ook in de winkel. Dus ik dacht, één en één twee. Ik ga dat vandaag lekker aantrekken. Ik moet tot 5 werken, van 10 tot 5, dus nu 8:30. Ik ga ongeveer rond 9:50 weg, zoiets. Even mijn make-up doen nog. En dan vanavond komt Piep gezellig hierheen. En dan gaan we samen wat eten bestellen en lekker serietje kijken, filmpje kijken. Even kijken wat we kunnen kijken. Dus ja, dat eigenlijk voor vandaag. Kijken of ik mijn camera kan meenemen naar de winkel. Of ik misschien iets kan filmen. Maar dat ligt er ook een beetje aan hoe druk het natuurlijk is. Qua klanten en qua mensen en alles. Maar ik ben nu op werk. Ik dacht gelijk nog even het pak zien. Deze dus van Studio Amaya. Moet ook echt even de spiegel schoonmaken. Maar kijk even hoe gezellig de winkel is. We hebben hier dus nu allemaal winterjassen hangen. Heel veel van Harper en Ei. Echt heel erg gaaf. Hier een heel rekje met Sissel Edelbo. Hier allemaal raised jeanses. En we hebben sowieso echt super veel nieuwe collectie binnen. We hebben Harper & Eve. We hebben Studio Amaya. La Gamme. We hebben echt heel erg veel. Deze is ook leuk. Die heb ik nog niet gezien. Kijk, dit is dat pak die ik aan heb. Helemaal leuk. Ik ga nu eventjes deze rekken. Die zetten we eigenlijk altijd buiten neer. Dus die ga ik eventjes naar buiten verplaatsen. En hier hebben we dus ook nog allemaal nieuwe collectie. Ook van Sophie Snor. Dat vind ik echt zo'n gaaf merk. Deze bodywarmer wil ik ook echt hebben. Het is zaterdag vandaag. Gisteren heb ik lekker heel erg gewerkt. Het was echt heel erg gezellig. En s'avonds zijn we uit eten geweest voor de verjaardag van mijn broertje en mijn moeder. Want die zijn dus vandaag jarig. Maar ik ga straks naar die meiden toe gezellig. En er kwamen twee pakketjes binnen. Dus die wilde ik eventjes heel graag aan je laten zien. Die van Alex heb ik al uit de zak gehaald, maar nog niet helemaal bekeken. Er zit altijd helemaal een lintje omheen. Want ik heb weer een pakketje van hun ontvangen. Echt super leuk. Allereerst deze rode soort van trainingsbroek. Met aan de zijkant hier leuk, ja, hoe noem je dit? Leuk opdruk. Leuke patches of zo. Met een kleine split aan de zijkant. Deze heb ik in een XS. Dus ik hoop dat die past, maar ik denk het eigenlijk wel. En ze hadden er dus ook een rode, zelfde kleur trui bij. En dat is deze. Het is echt zo'n lekkere, fluffy trui. Echt heel erg leuk. En deze heb ik ook in een maat XS. En hij heeft dus ook een beetje van die schoudervulling, wat ik wel heel erg leuk vind. En hier op de arm heeft hij dus zo'n kopje, zeg maar, van het Alex logo. En ik dacht, dit vind ik wel heel erg leuk met bijvoorbeeld een zwarte blazer of zo eroverheen.
camera lijkt niet helemaal dezelfde kleur, maar echt wel. Dus hier ben ik heel erg blij mee. En voor de mensen die mijn weekvlogs al langer kijken, die weten dat ik ongeveer een jaartje bij Alex heb gewerkt in Den Haag. En ik weet niet, ik vind hun kleding nog steeds gewoon echt heel erg leuk. Ik ben heel erg blij dat ik het heb gekregen. En ik heb een heel erg leuk pakket van Ellie Sisters gekregen. Waar ook echt twee super mooie sets in zitten. Allereerst een heel chill joggingspak. En deze vind ik echt geweldig. Deze heb ik ook weer in een combinatiemaat XS volgens mij, ja. En dat is allereerst dit vest. En er staat hier dus alleen. Het is een beetje zo'n gebreid stofje. Ik vind het echt heel erg leuk. Met een witte tanktop of zo eronder. En dan zit er dus ook nog een bijpassende joggingspak bij. Ja, ik vind dit echt helemaal leuk. Dit is echt zo'n lekker herfstpakje. En het ziet er ook nog eens gewoon leuk uit. Dus ja, helemaal chill. En dan zit er nog een ander pak in. Een tweedelige set. En die vind ik zo mooi. Dit jongenspak is een beetje meer chill. En deze is echt heel mooi. Ook al zit die denk ik ook heel erg chill. Dat is allereerst deze off-shoulder top. Nou, hij is wel iets korter. Heel erg mooi. Deze was ook in bruin. Maar ik vind grijs de laatste tijd ook wel echt heel erg leuk. En dan hier aan de achterkant heeft die LA Sisters staan. En daar zit dus echt een hele lange, lekkere rok bij. Kijk. Om mee te combineren. Ook echt heel erg leuk. En deze heb ik dus ook weer in je combinatiemaat XSS. Dus hier ben ik echt helemaal blij mee. Ik ga eventjes mijn haar fixen en even kijken wat ik aantrek. En dan ga ik denk ik zo richting die meiden. Het is vandaag maandag en ik zie er echt niet uit. Ik heb wel lekker dit nieuwe pak aan van Ellie Sisters wat ik aan jullie had laten zien. En het zit echt heerlijk. Maar ik moet eventjes gaan douchen. Want ik ga zo meteen met Roos afspreken. Even gezellig wat drinken. En we moeten allebei eventjes wat... Roos moet een TikTok hebben voor samenwerking. En ik moet eventjes wat dingen op de foto zetten voor samenwerking. Dus dat is wat we vandaag gezellig gaan doen. Vanmorgen regende het heel hard. Maar nu is het droog. Dus ik hoop dat het droog blijft. Als ik me zo meteen heb klaargemaakt, ga ik eerst eventjes wat stories maken voor de loofjes. Want daar heb ik dus ook een samenwerking mee. Superleuk. Heb ik weer nieuwe items van mogen ontvangen. En daar moet ik dus ook eventjes straks een foto voor hebben. Dus dat is wat vandaag op de planning staat. Mijn camera is leeg, zie ik. Dus die ga ik in de oplader doen, zodat ik die zo meteen mee kan nemen. En dan ga ik nu eerst even klaarmaken. Ik heb mijn haar gedaan en make-up even gedaan. Ik heb net wat content gemaakt voor Lofies. Dat ga ik nu gelukkig even op mijn telefoon zetten en bewerken. Maar het is zo ongemakkelijk, want onze balkons hier worden dus verbouwd, vervangen, gerenoveerd. Dus dat hoor je misschien ook wel, want ze zijn echt heel de dag door bezig. Maar het balkon grenst dus ook aan mijn slaapkamer. Kijk, je ziet ook van die blauwe dingen. En daarnet was ik me dus aan het omkleden. Ik was me daarnet aan het omkleden voor die TikTok of voor die reels. Toen liep er een man langs. Echt, even niet over nagedacht. Maar goed, ik ga het eventjes bewerken en dan zo meteen komt Roos hierheen. En dan gaan we lekker de laatste foto's maken. Ik heb twee outfits mee die ik eventjes op de foto moet zetten. Als allereerst die broek van Alex. En dan doe ik daar die rode trui bij. En dan denk ik een zwarte blazer overheen. Om het even iets minder heftig te maken. En ik moet dus eventjes een foto voor Lofies maken. En daar heb ik dus deze beige trui voor. Met deze zwarte linnen broek of satijnen broek. En dan doe ik dit nieuwe tasje van Nienst erbij. Dat vond ik wel heel erg leuk. Dus ja. Dat zijn de dingen die ik op de foto moet zetten. Misschien dat ik dit pak of dat andere pak van Ellie Sisters ook nog wel eventjes meeneem. Als we er tijd voor hebben en het gaat niet regelen. Maar deze twee die moeten echt even op de foto. Dus die hebben we nu eerst volgang. Ik denk dat het echt heel hard bij is. Ze willen me bijna niet horen, maar hoe koest hij, ja? We hebben net eventjes een fotootje gemaakt. Ik heb deze trui en broek van Alex aan. En deze nieuwe tas die ik even wil laten zien. En we gaan nu... Even naar de Joe en de Juice lopen. En ik ben pregnant. Roos heeft een opgeblazen buik. We gaan even lekker een broodje chopperen. Zo, zin in. Voordat ik
zo lekker ga douchen en we gaan omkleden en de vlog gaan bewerken, wilde ik nog heel erg graag dit pakketje aan jullie laten zien. Die heb ik weer van Look Fantastic gekregen en dit laat ik heel vaak zien. Maar ik ben gewoon super blij met Look Fantastic. En ze hebben dus binnenkort doen ze ook mee aan het Elle Weekend. Dat is altijd een weekend waarin ze mega veel korting hebben. En deze keer dus weer. En ik heb ook weer wat dingetjes uitgekozen. De doos zit weer goed vol. En ik ga beginnen met deze body lotion. Ik denk dat iedereen deze wel kent. Dit is de Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream. Deze ruikt echt mega lekker. En ik heb lekker de grote verpakking ervan gekozen. Zodat ik er lekker lang mee kan doen. Dat is deze. Je hebt hem dus ook nog in andere geuren en kleuren. Maar ik vind deze, is volgens mij ook de originele geur. Die vind ik eigenlijk het allerlekkerst. Je zou het echt moeten kunnen ruiken. Dit ruikt gewoon echt naar een soort koekjesdeeg. En deze heb ik echt al een paar keer opnieuw besteld. En hij blijft gewoon echt heel erg lekker. Dus die. Dan twee producten voor mijn haar. En ik gebruik van deze lijn dus ook altijd de shampoo en conditioner. En die vind ik echt heel erg fijn. Ik heb laatst ook voor het eerst de droog shampoo ervan geprobeerd. Vond ik ook heel erg fijn. Maar mijn haarmasker was bijna op. Dus die heb ik eventjes opnieuw besteld. Dit is van de L'Oreal Dream Length lijn. Ik merk echt dat mijn haar weer wat meer begint te groeien. En weer wat beter is. En dat is echt oprecht sinds dat ik deze producten gebruik. En als laatste zag ik dus ook dat ze van deze lijn de No Haircut Cream hebben. Een soort leave-in condition. Of ja, leave-in crème. En die had ik nog nooit geprobeerd. Dus ik dacht, ik vind de rest van de producten ook heel erg fijn. Laat ik deze ook een keertje proberen. Dus die heb ik ook uitgekozen. Dan nog een crème voor mijn haar die ik echt al heel erg lang gebruik. Heel erg fijn vind. Maar die bijna op was. Dus die heb ik ook weer opnieuw uitgekozen. Ik heb vooral heel veel backup producten besteld. Merk ik nu. Maar goed. Het zijn gewoon producten die ik allemaal heel erg fijn vind. Waaronder dus deze van Redken. En dit is dat ABC van de ABC lijn. Ik kan het niet helemaal goed uitspreken. Maar dit. Ik gebruik hier ook een tijdje de shampoo van. Maar die vond ik iets minder fijn. En toen kwam ik dus deze shampoo van deze lijn tegen. Maar deze combinatie werkt voor mij gewoon heel erg. Dus die. Oh ja, dit was ik alweer vergeten. Ik heb een gezichtsmasker besteld. Want van de week had ik allemaal een beetje hier van die rode bultjes. Dus toen ik dit ging bestellen dacht ik moet eventjes een gezichtsmasker. En dit is die van Young to the People. De Superberry Hydrate Glow en Dream Mask. Misschien dat ik die zometeen wel gelijk eventjes op ga doen. Ziet er heel leuk uit. Lijkt wel een potje met slijm. Maar dat is dus deze. Hij heeft niet echt een geur of zo, maar ik ben hier heel erg benieuwd naar. Ik ga deze zo meteen opdoen. Er zit vitamine C in en hyaluronic acid. Dat is heel erg goed voor je huid, heb ik gehoord. Of zie ik altijd op TikTok, dus ik ben heel erg benieuwd naar die. Dan ook nog iets om in het maskerthema te blijven van Pixi, deze oogpad. Ik gebruik dat eigenlijk nooit, maar ik had het dus laatst een keertje bij de Kiko, volgens mij. Had ik zo'n zakje meegenomen. En dat vond ik eigenlijk best wel lekker. Toen zag ik dit dus bij Look Fantastic. En toen dacht ik, nu heb je gewoon een grote pot waarvan je het vaker kan gebruiken. Kijk, dit zijn dus die oog... Oeh. Oh. Ik ga nu alles op mijn bed. Het zijn dus van die oogpatches die je dus gewoon onder je oog 's ochtends of 's avonds kan doen. Dus dat vind ik helemaal lekker. En dan nog drie producten die ik echt al heel erg lang gebruik. Maar gewoon ook weer even een backup van nodig had. Als allereerst een lippenbalsem van Laneige. Ik denk dat iedereen dit wel kent. En ik heb er ook nog wel een potje van. Alleen zo'n tubetje vind ik gewoon makkelijker om mee te kunnen nemen. Dus die heb ik weer eventjes opnieuw. En dit is in de smaak. Staat dat erop? Oh, berry. Volgens mij is dat gewoon de standaard smaak, geur, kleur die ze hebben. Dus dan echt mijn lievelingsdagcreme. En vooral om te gebruiken onder je make-up. Want je make-up zit hier gewoon echt heel erg mooi op door. Dit is de Bobbi Brown Vitamin Enriched Face Base. Mijn Engels is niet heel goed, maar deze. En die zat ik toen op vakantie ook mee in een mini en die is dus gewoon al op. Maar ik heb nu weer eventjes lekker de grote na besteld. Dat ik hier weer even lekker lang mee kan doen. Dit is denk ik ook echt al de derde keer misschien dat ik deze heb. En die vind ik ook echt oprecht heel erg fijn. Deze samen in combinatie met het vitamine C serum van Garnier. Die koop ik eigenlijk ook altijd bij Look Fantastic. Is dit echt een top dingetje. En dan als laatste concealer die ik altijd gebruik. In weer mijn winterkleur. Want ik denk dat ergens komende weken mijn zomerkleurtje echt een beetje te donker gaat zijn. En dat is deze concealer van NARS. In de kleur Custard volgens mij. Ja, medium 1 Custard heet dit. En dit is de Radiant Creamy Concealer. En die vind ik heel erg fijn. Die gebruik ik echt al 2 jaar denk ik. En koop ik ook elke keer weer opnieuw. Dus ook echt een favoriet. Dus dat waren alle producten die ik van Look Fantastic heb gekregen. En zoals ik zei doen ze dus ook weer mee met het Elle Weekend. Super leuk. Ik zal eventjes hier in beeld zetten wanneer en hoe en wat.
En als je mijn kortingscode gebruikt, Fleur LF, krijg je eigenlijk altijd de hoogste kortingen, ook met elk weekend. Dus gebruik die zeker. En dan ga ik bij deze gelijk lekker de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden en dan zien jullie mij in de volgende.